Hoi, ik ben Rutger van Bright met de duurtester van deze maand, de volledig elektrische Hyundai Kona. Waarom is dit zo'n significante auto? Het is de eerste volledig elektrische auto onder de 40.000 euro, waarmee je 400 non-stop snelwegkilometers kan maken. Wellicht herinner je dat Elon Musk van Tesla een paar jaar geleden ons beloofde dat hij een auto zou maken voor $35.000 die dat zou kunnen. Nou, hier is hij al, alleen het is geen Tesla. Vandaag gaan we dus vergelijken de Tesla Model 3, die nog net niet in Nederland te koop is, met deze Hyundai Kona. Laten we beginnen over de prijs. Deze auto is dus te koop vanaf iets onder de 40.000 euro en dan heb je de versie met de grote accu, 64 kWh en dus meer dan 400 km bereik. De Tesla Model 3 is er nu nog niet, maar komt er in twee versies. Een long range versie, die kost bijna 60.000 euro waarschijnlijk. En eentje met een 50 kWh accu en die wordt een stukje goedkoper. Qua prijs past die beter bij deze, maar qua bereik moeten we deze eigenlijk met die duurdere vergelijken. Dus dat gaan we vandaag doen. Ja, en dan de stijl. De Tesla Model 3 is niet de knapste Tesla. Ik zou ze ranken denk ik als Model S, Model 3, Model X qua mooi naar lelijk. Deze Hyundai is ook niet de mooiste Hyundai. Dat gekke gesloten frontje is echt even wennen. Maar ik moet toegeven, na 4 weken ben ik aardig gewend geraakt aan het frontje. De zijkant vind ik eigenlijk best wel mooi. Alleen die achterkant, meh. Ja, wie denkt dat Tesla mijlenver voorloopt met hun technologie, komt bedrogen uit. Als je een Model S of een Model 3 hebt, dan heeft hij autopilot. En dat betekent dat die auto zichzelf tussen de lijntjes kan houden. Dat je zonder je handen aan het stuur te hebben op de snelweg serieus kilometers kan maken. Alleen is dat niet zozeer een technologische voorsprong, maar vooral dat Tesla veel meer durft. Dus zij noemen het autopilot. Ze laten je echt een tijd je handen van het stuur houden. Terwijl deze auto zo'n beetje dezelfde sensoren aan boord heeft. Alleen wil Hyundai graag dat jij het stuur wel stevig vasthoudt. Deze auto kan ook tussen de lijntjes blijven. Hij houdt afstand tot zijn voorganger. Op het moment dat je uitparkeert, dan kijkt hij of er een auto langskomt en waarschuwt hij of er iets van achterkomt. Allemaal super handig. Het enige wat hij niet kan, wat de Tesla wel kan, is als je de richtingaanwijzer aandoet, gaat de Tesla vanzelf naar links als er ruimte is. Dat kan maar deze niet. Daarvoor zul je zelf nog moeten kijken. Dan de opties. Die Tesla is 20.000 euro duurder, maar deze is waarschijnlijk beter uitgerust. We hebben stuurverwarming, stoelkoeling, elektrisch verstelbare stoelen, airco die je speciaal voor één passagier in kan stellen, zodat die zo zuinig mogelijk is, adaptive cruise control, CarPlay, Android Auto, you name it, en het zit erin. Wij hebben een iets luxere versie dan die onder de 40k, die instapper. Dus hier zit nog meer op, maar ook de standaardauto heeft al ontzettend veel opties. Waar de vergelijking echt een beetje scheef gaat, is in de ruimte. Deze auto zit natuurlijk in een andere klasse dan de Tesla Model 3 en daardoor is hij al een beetje kleiner. Maar je merkt ook dat hij niet als volledig elektrische auto ontworpen is. Je kunt hem ook krijgen als een hybride of een plug-in hybride. En die Model 3 die heeft dus voorin opbergruimte en achterin, deze alleen achterin, dat houdt niet echt over. Het is niet heel groot. En ook de achterbank, nou ja, ruim is anders. Ja, en dan het opladen. In principe komt het bij beide auto's overeen. Je kunt hem aan elke openbare laadpaal halen. Je kan bij de Fastnet snelladers, die overal langs de snelweg staan tegenwoordig, met zowel die Model 3 als met deze Kona terecht. Thuis kan hij ook aan het stopcontact. Dat is niet per se aan te raden, want het duurt 20 uur om hem helemaal vol te krijgen. Maar ben je bij een vakantiehuisje aangekomen, dan is dat natuurlijk een prima optie. Het grote verschil zit hem erin dat Tesla ook nog zijn eigen superchargers heeft. En die laden met 125 kilowatt, dus dat is echt gigantisch snel. En die zijn geïntegreerd in de navigatie. Dus als je in die Tesla stapt en je zegt ik wil naar Zurich toe, dan rekent hij voor jou de hele route uit, inclusief de stops bij de superchargers. En omdat die van Tesla zijn, weet hij ook precies of ze beschikbaar zijn of niet, of ze niet toevallig in reparatie zijn, of er een andere auto aanstaat. Ja, en die integratie, daar kan deze Hyundai nog niet helemaal tegenaan. Het grootste verschil tussen deze twee auto's is, die Hyundai Kona staat hier en die Tesla Model 3 is in geen velden of wegen te bekennen.
De vraag naar elektrische auto's is op dit moment groter dan het aanbod. En Tesla heeft dus nu zijn productie op orde, levert heel veel auto's af, alleen nog niet in Europa. Dan ben je volgend jaar aan de beurt. Of eigenlijk ben je volgend jaar aan de beurt als je hem al besteld hebt. De Hyundai Kona die staat hier nu, maar als je hem nu bestelt, duurt het ook nou, misschien wel 9 maanden voordat je die auto hebt. Daar hebben ze wel wat op bedacht. Je kunt namelijk tijdelijk een Ioniq, ook een elektrische auto van Hyundai, rijden. En als jouw auto dan klaar is, overstappen in de Kona. Dus dat is aardig. En voor die Model 3, ja, zul je echt nog even geduld moeten hebben. Oké, wat zijn de overeenkomsten tussen de Tesla Model 3 en de Hyundai Kona? Ze zijn beide volledig elektrisch. Ze kunnen beide 400 elektrische snelwegkilometers non-stop doen zonder bij te laden. Ze zijn allebei verregaand autonoom. Dus ze kunnen een aardig stukje rijden zonder dat jij als chauffeur heel veel hoeft te doen. En ze zijn relatief luxe uitgevoerd. Dan de verschillen tussen de Tesla Model 3 en de Hyundai Kona. Nou, allereerst natuurlijk de prijs. De Model 3 in de long range versie kost zeker 60.000 euro. De Hyundai Kona rond de 40. En opties zitten ook wel het verschil in, want de Hyundai is standaard al heel erg rijk uitgerust. Terwijl de Model 3, als die in de goedkope versie eenmaal beschikbaar is, een stuk kaler is. De Model 3 is wel een stukje ruimer, niet alleen voor de passagiers, maar zeker ook in opbergruimte. En een groot verschil, Tesla heeft zijn eigen superchargers, die mooi geïntegreerd zijn in de navigatie, waardoor je nog makkelijker laadpunten vindt. De volledig elektrische Hyundai Kona is simpelweg de enige auto die voor dit bedrag zo'n gigantisch elektrisch bereik heeft. Ja, en als je niet regelmatig meer ruimte nodig hebt, dan is dit de elektrische auto van dit moment. Vond je dit een leuke video? Duimpje omhoog. En wil je er meer zien? Subscribe even.